Goedemorgen broeders en zusters. Het is een voorrecht om op deze dag, deze zondag, dat is de dag waarop we altijd aan de opstanding van de Heer Jezus denken, om ook vanmorgen weer hier bij elkaar te zijn en dat, ja, dat feest ook telkens weer opnieuw met elkaar te vieren. En de boodschap van onze God uh, uit zijn woord te horen. We gaan uh, met elkaar lezen uit de brief die Paulus heeft geschreven aan de Colossense. Deze preek is dus weer een volgende aflevering in de serie preken die dit jaar gehouden worden over deze brief. Deze bijzondere, en prachtige en spannende brief. Wij zijn inmiddels zo ver gekomen als hoofdstuk 2. En we gaan lezen vanaf vers 6. Hoofdstuk 2 vanaf vers 6. Daar lezen we als volgt. Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van de mensen. Volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees door de besnijderis van Christus. U bent immers met Hem begraven in de doop, wanneer u ook met Hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die Hem uit de doden heeft opgewekt. En Hij heeft u toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees samen met Hem levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen. Door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en die openlijk te schande gemaakt. En daardoor over hen getriomfeerd. Al dus het woord van God. Ja, Paulus, die. Heeft dus deze brief aan die gemeente in Colosse geschreven. Die kleine gemeente daar in Klein-Azië, uh, daar lagen een drietal plaatsen, Colosse, Laodicea en Hierapolis, vlak bij elkaar. En Colosse was eigenlijk de, ja, de kleinste van deze plaatsen. Maar toch was daar een christelijke gemeente ontstaan door het werk van Epaphras. Daar hebben we eerder over gehoord. En Paulus heeft deze brief aan die gemeente geschreven omdat hij het een en ander gehoord had. Over de gemeente van Epaphras. En dat er ook zorgen waren, dat er dingen waren die de gemeente bedreigden. Nou, daar gaan we ook, dat zal ook vanmorgen aan de orde komen. Maar Paulus die heeft zijn brief geschreven. Allereerst begint hij in hoofdstuk 1 met gebed en dankzegging voor de gemeente. Dankzegging ook voor het Evangelie, wat hen bereikt heeft, het woord van de waarheid, waarin ze mochten geloven. En dat brengt hem op wat Jezus Christus voor hem gedaan heeft. En hij zingt een prachtige lofzang, zou je kunnen zeggen, over Jezus. Over Christus. In hoofdstuk 1, vers 15 tot 20. En dan past hij dat heel persoonlijk toe. En hij zegt ook: Dat is waarom ik werk. Daar is waar ik voor strijd. In heel mijn bediening. Maar ook voor jullie, die een kolossen zijn. En ook voor mensen die in Odyssea en Hierapolis zijn en voor, voor alle mensen. Is dat het evangelie wat hij wil brengen? En dan zegt hij ook van ja, in uh, hoofdstuk 2, vers 4 en 5. En dit zeg ik omdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u. En de vastheid van uw geloof in Christus. Hij ziet dat er ook, hij maakt hier in hoofdstuk in vers 4 al een toespeling op. Ja, dingen die de gemeente bedreigden. Maar toch zegt hij: Jullie mogen vaststaan in het geloof in Christus. Nou, waarom kan dat nu? Want dan komt Paulus namelijk in het gedeelte wat nu volgt, vanaf hoofdstuk 2, vers 6, komt hij. Ja, nog sterker bij de kern en de, de belangrijkste boodschap van zijn brief. Zijn boodschap voor de mensen in Colosse is van... Wees je bewust dat je in Christus bent, dat je bij hem hoort. En dat je alles hebt ontvangen in hem. En als je dat je realiseert, wandel dan daar ook in. Leef daaruit. Dat is wat hij nu gaat zeggen. En laat je daarvan niet afleiden niet door mooie verhalen dat er nog iets anders bij moet. Dat is verzacht. En dan geeft hij ook de remedie daarvoor. Besef alles wat je in Christus hebt. Dat is hoofdstuk 2, vers eh, 9 tot 15. En dan gaat hij daarna verder ook om te benadrukken... van wat zijn dan de dingen waardoor je je niet moet laten afleiden. Dat is het vers vervolg van hoofdstuk 2... Maar dat komt volgende keer aan de orde. Nu gaat het om eerst dus ook die kernboodschap in vers 6 en 7 van hoofdstuk 2. Dat is het eerste punt waar we over na willen denken. Hij zegt eigenlijk: Wandel in hem. Als je beseft wat je in Christus hebt, leef daar dan ook uit. Wandel in hem. Hoe laat je dat nu zien? Nou, door inderdaad te blijven volharden in het leven met Christus. En wat is dat dan? Nou, ze hebben Christus zelf ontvangen of aanvaard, zegt die tekst. Ze hebben hem mogen aanvaarden door het geloof. Eigenlijk als een geschenk, als een, een, een gave. En blijft hij dan ook blij? Dat is wat Paulus hier zegt. Laat Christus dan ook alleen heel je leven... Je denken, je woorden, je daden, alles wat je doet, laat Christus dat bepalen. Vraag je bij alles af van. Is dit wat Christus wil? En is dit zoals ik dan Christus mag laten zien? Nou, hoe kan dat dan? Hoe, hoe, kan dat, hoe kun je zo leven? Nou, dat betekent, en daar kwam het ook in het kindermoment aan de orde, dat je eigenlijk net als een boom geworteld moet zijn. Je moet geworteld zijn. Waarin, ja, niet zomaar in stevige grond, maar in Jezus Christus zelf. Je moet je wortels als het ware in Hem hebben. Dat betekent dat alles, je hele stevigheid, die ontleen je aan Jezus Christus. Je geloof ontleen je aan Hem. En dat betekent ook natuurlijk net zoals de wortel, hè, de levendgevende sappen optrekken uit de grond. Dat je dat doet uit Christus, dat je uit Hem leeft, je beseft wat Hij voor je gedaan heeft en dat dat je leven voedt. Dat is wat je nodig hebt en dat is tegelijk ook je fundament, want daarin word je niet alleen geworteld, maar ook opgebouwd. En dat doet je denken weer aan een gebouw en een fundament. Daar sta je op. Dat is een fundament wat stevig is, wat onwankelbaar is, waarop je kan bouwen. En zo mag je je leven inderdaad kracht hebben, stevig zijn, bevestigd zijn. En dat is het geloof waarin je onderwezen bent, zegt Paulus. Dat hebben jullie gehoord, zegt hij. Dat hebben jullie ook hier gehoord op Urk. Dat is het geloof wat verkondigd is en telkens verkondigd blijft worden. En herinner je dat er ook? Blijf daarbij. Blijft erin geworteld en opgebouwd. En wees daarin overvloedig. Doe daar steeds meer aan om daarover na te denken wat dat betekent. En doe dat met dankzegging voor het geweldige, voor de geweldige zegen die je hebt ontvangen. En want dat, dat is het bijzondere dat dit evangelie ook de mensen in kolossen bereikt heeft. Het woord van de waarheid. En dat heeft ook jullie bereikt. Dus en mij, daar mag ik en daar mogen wij met z'n allen met dankzegging in staan. Dat is het voorrecht wat we hebben. En hoe kan, en het is een goede vraag om aan mezelf en aan jullie te stellen, van hoe kunnen we daarin verder worden opgebouwd en geworteld? Hoe doen we dat? Dat is goed om over na te denken. Uiteindelijk hebben we dat hier in het Woord van God, het getuigenis van de dood en de opstanding van Jezus Christus. Daarom zijn we hier bij elkaar. Daarom vieren wij. Die bijzondere dagen van Goede Vrijdag en Pasen. Maar iedere zondag, waar we denken aan de opstanding van Christus, waar we eigenlijk iedere dag van de week ons mogen voeden met het Evangelie, met het Woord van God, dat is waardoor wij geworteld worden en waardoor we gefundeerd worden en opgebouwd worden. En dat hebben we nodig, broeders en zusters, ter week nodig, om er telkens weer mee te voeden. En de dat hebben jullie allemaal nodig. Dat hebben we nodig. Iedere dag weer opnieuw. Want er zijn ook allerlei dingen die ons daarvan afleiden. Die zijn er in deze wereld. Dingen die ons afleiden van Christus. En dat gebeurt ook nu. Dat gebeurt ook in de tijd van de gemeente van Colosse. En dat is het tweede belangrijke punt wat we in dit gedeelte lezen, in hoofdstuk, 8, in hoofdstuk, in vers, hoofdstuk 2, vers 8. Hij zegt: Pas dan op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding. volgens de overlevering van de mensen. volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Na nou, al die dingen, daar moet je dus voor oppassen. En je moet voor oppassen dat je niet als een buit meegesleept wordt. Nou, het woord wat Paulus daar gebruikt, dat werd eigenlijk gebruikt voor als een schip gekaapt werd en van zijn lading beroofd werd. Hij zegt eigenlijk van, zo moet je niet zelf als buit meegesleept worden. Het is eigenlijk alsof je ja, met je schip vol met vis bijna bij de haven bent en er wordt de hele lading vis wordt, je schip wordt gestolen, je hele lading vis wordt gestolen. Je hebt je helemaal één weer niets meer. Maar zo is dat, zegt Paulus, dat gebeurt met jezelf. Als je eigenlijk je aflaat voeren van Christus, dan word je eigenlijk beroofd van dat wat je kracht is, wat je in hem hebt. En dan word je zelf, namelijk als een, als een buis meegesleept. En hoe kan dat gebeuren? Wat zijn nou de dingen waardoor dat gebeurt? En zegt Paulus, en dat is misschien voor ons ook wat lastiger om te begrijpen. Hij zegt eigenlijk door de filosofie en inhoudsloze verleiding. Nou, wat betekent dat? Dat nou, betekent niet dat je je niet met filosofie bezig zou mogen houden. He, dat alle filosofie verkeerd is. He, dat zou betekenen ook dat je als jonge mensen, als je bij wijze van spreken, ook zou gaan studeren, dat je ook geen filosofie zou mogen studeren ofzo. Dat is niet wat Paulus hier bedoelt, want dat mogen we zeker doen en zeker ook als je dat vanuit een christelijk perspectief doet. Ik heb daar zelf ooit eens een graantje van mee mogen pikken in mijn studie en dat is buitengewoon waardevol. Dus dat, dat is niet wat Paulus hier bedoelt, maar Paulus heeft het hier over de filosofie en inhoudsloze verleiding. Hij doelt eigenlijk op een heel bepaalde opvatting en filosofie die daar in Colosse de ronde, de ronde deed. Die daar rondging. Het ging om een bepaalde filosofie. en een bepaalde inhoudsloze verleiding. Hij zegt eigenlijk: ja, het gaat rond. maar het is eigenlijk zonder inhoud, het betekent eigenlijk niks. En maar daar de mensen zich wel door verleiden. Het is iets van de overlevering van mensen: het zijn dingen die mensen je vertellen. en die, die ze van, van de een op de ander overleveren. En, en dat maar doorgeven. en dat maar blijven promoten. En. Volgens de grondbeginselen van de wereld. Het gaat om, om dingen die in deze wereld rondgaan. Wereldse dingen, eigenlijk dingen zonder God. Uh, je kunt het zelfs ook vertalen als volgens de grondbeginselen van de wereld, volgens de geesten van deze wereld. Paulus die maakt hier zelfs ook een toespeling op, op, ja, op de, eigenlijk de demonische machten die. Die in deze wereld rondgaan. Ook dat speelt daarin mee. Maar het kenmerk van dit alles is: het is niet volgens Christus. Nou, dan heb ik dat een beetje zo verklaard wat Paulus dat bedoelt, maar dat is allemaal nogal, nogal abstract natuurlijk. Dat is nogal de vraag: wat, wat is het nou eigenlijk echt? He, waar, waar draait dat nou eigenlijk om en, en wat betekent dat voor ons? Want zoals ik dat nu gezegd heb, is het nogal, ja, je zou kunnen zeggen, een beetje vaag. Maar goed, die mensen in kolossen, die wisten wel waar het om ging. En als je namelijk de hele brief leest en je gaat daar goed over nadenken, dan kon, kun je op zijn minst een aantal aanwijzingen krijgen waar het om ging. Waar het namelijk om ging, was namelijk waarschijnlijk als je dat in het vervolg gaat lezen in hoofdstuk 2, om het houden van bepaalde spijswetten. Of het houden van bepaalde feestdagen. Of eh, bepaalde vormen van zelfkastijding, van assezen. Vereering van engelen wordt genoemd. En allerlei regels moest je gaan onderhouden. Het gaat eigenlijk om al dat soort menselijke regels. En dingen die je zou moeten doen. om geestelijk te groeien. Eigenlijk gaat het erom. dat er waren in die gemeente van Kolossen. mensen die zeiden van. ja, maar. Christus, dat is mooi, maar je hebt ook nog dit nodig. Je moet bepaalde regels hanteren. Je moet wel bepaalde feestdagen houden, eh, want dat is echt verplicht. Je moet ook eh, misschien zelfs wel Engelen gaan vereren, want dat zijn, ja, dat zijn wel belangrijke wezens. Je moet je aan bepaalde spijswetten houden. Allerlei dingen die mensen erbij gemaakt hadden. En het gaat eigenlijk om dingen eh, die dus eigenlijk aan. Het Evangelie van Christus wordt toegevoegd. Van er is, ja, dat is mooi het Evangelie, maar er is ook nog iets anders nodig. Dat heb je ook nog nodig. Het is eigenlijk een, een soort Jezus-Plus-Evangelie. Dat moet er ook nog bij. En voordat je het weet, ben je veel meer bezig met al die andere dingen die er nog bij moeten komen. dan met het Evangelie van Jezus Christus zelf. En Paulus zegt: wat dit doet eigenlijk is. Dit, dit is niet volgens Christus en dit brengt Christus omlaag in je gedachten. He, dit leidt je af van Christus. Nou, eigenlijk is dan ook nog de vraag wat die dingen dan allemaal precies waren. Daar gaan we ook, daar gaat Paulus later op in, in, in hoofdstuk 2... en daar ga ik de volgende keer wel iets meer over zeggen. Maar eigenlijk is het zelfs ook niet eens zo heel belangrijk... om wat die dingen nou precies waren in die gemeente van Colosse. Want ik denk zelfs dat er zelfs een, 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 een reden is... Dat we dat niet eens allemaal zo heel precies en exact weten. Ja, zoiets van: wat, wat waren dan die regels die ze moesten volgen en zo. Misschien niet eens zo belangrijk dat we dat precies weten, want dit soort fenomenen. die komen. zijn van alle tijden. Die komen altijd voor. En die komen ook in onze tijd voor. Wat gebeurt er in onze tijd? Waardoor eigenlijk ook. wij van Christus afgetrokken worden. En de boodschap is eigenlijk hier. dat. Wat het ook is, en het doet eigenlijk helemaal niet zoveel te zaken wat het nou allemaal is, en wat voor regels en allerlei wilde ideeën mensen lanceren, maar als het je van Christus aftrekt, dan is het fout. En dan moet je er ver bij vandaan blijven. Dan moet je dat afwijzen. Want het gaat maar in het Evangelie om Jezus Christus alleen. En geen Jezus plus Evangelie met nog allerlei andere dingetjes erbij. Nou, dan kun je met elkaar kunnen zeggen en denken over wat zijn dan de dingen die ons van Jezus aftrekken. Wat zijn dan in onze tijd en in onze wereld, ook in onze, mag ik het zeggen, christelijke wereld, ook hier in Nederland op Urk, wat zijn dan de dingen eigenlijk waarvan mensen toch naar elkaar toe fluisteren en zeggen, ja, maar je moet ook wel een beetje dit en je moet ook een beetje dat en je moet dat niet vergeten. en... en, en, en je moet eigenlijk al die dingen toetsen aan het feit. Brengt dit mij dichter bij Christus? Helpt dit om mijn gedachten te richten op hem en op wat hij gedaan heeft? Of leidt het van hem af? Gaat het eigenlijk over heel iets anders? Dat is de toets waarmee je al dit soort dingen moet toetsen. Ja, alles wat je, wat je tegenkomt, wat je, wat je verteld wordt. Of wat je misschien ook, misschien moet je ook zeggen, zelf vertelt. Ja, Helpt dit om mensen op Christus te richten? En hun geloof en hun vertrouwen alleen op hem te stellen of op iets anders. En dat is de toets. En nou, we gaan daar over een paar weken nog eens wat dieper over nadenken. Misschien is het nu alvast even wat huiswerk om daar eens even over na te denken, over die toets. De komende weken. Maar Paulus zegt dus in dit gedeelte van, dat moet je dus niet doen. En waarom moet je dat dan niet doen? Want wat is dan, wat is dan eigenlijk de remedie daartegen? He, hoe bewapen je de, je, hoe bescherm je je daartegen? Nou, dan noemt Paulus in feite twee dingen. De eerste is, en dat is eigenlijk het resterende gedeelte van wat we vanmorgen zullen bespreken, van hoofdstuk 2, vers 9 tot 15. En het tweede deel van die remedie is in het vervolg van hoofdstuk 2. Namelijk, dat gaat erover van, ja, denk dan eens goed na hoe onzinnig al die regels zijn. En, en... Dat die eigenlijk allemaal verkeerd zijn. Maar hier gaat het om, en dat is de eerste en je zou kunnen zeggen ook de belangrijkste remedie is: bedenk weer opnieuw wie Jezus Christus is, wie je bent in Hem en dat je eigenlijk alles wat je nodig hebt in Hem hebt. Je hebt helemaal niets anders nodig. Nou, dat gaat Paulus duidelijk maken. Allereerst in vers 9 en 10. Dan zegt hij. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Dat brengt ons terug op wie Jezus Christus is. Brengt ons ook eigenlijk terug een beetje bij hoofdstuk 1, vers 15 tot 20, waarin hij dat die prachtige tekst had verteld over wie Jezus is. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Door Hem en voor Hem zijn alle dingen geschapen. Hij is het hoofd van de gemeente, omdat hij de, de eerstgeborene is uit de doden. En in hem hebben we alles. De verzoening. Daar wordt gesproken door het bloed van zijn kruis. In hem hebben we alles. In hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Hij is in levende, lichamelijke persoon naar deze wereld gekomen. En in alles wat hij gedaan heeft, zijn woorden. Maar ook zijn lijden, zijn sterven. En zijn opstanding heeft hij laten zien wie God is. Heeft hij het beeld van God laten zien. En daarin ligt heel de volheid van God. Alles wat God is, wie God is, heeft hij laten zien in Jezus Christus. In zijn zoon die naar deze wereld gekomen is. Dat is wat we moeten bedenken, wie Jezus is. Maar dan, laat Paulus erop volgen, en u bent volmaakt geworden in hem. Die het hoofd is van iedere overheid en macht. Ik lees het nog een keer. Want in hem, u bent volmaakt geworden in hem. Daar zou je toch stil van worden? Als je die woorden leest. Wij, ik, jullie, volmaakt geworden in hem. Dat is wat Paulus zegt. Dat is wat het betekent. Lieve broeders en zusters, dat is toch ongelooflijk. Dat is onvoorstelbaar. Daar word je toch stil van. Dat als wij in Jezus Christus geloven, dan zijn we met Hem verbonden, maar omdat in Hem heel de goddelijke volheid woont, maar omdat wij met Hem verbonden zijn, wij zijn in Hem, hebben wij dus de toegang tot die goddelijke volheid. Wij zijn verbonden met God's volheid. Dat is wat Paulus hier zegt, en dat hebben we door alles wat Jezus gedaan heeft. Wij horen aan Hem toe, en als je op je inlaat werken, wat, wat ja, je kunt het niet eens bevatten, zeg maar. Maar als je hieraan denkt, dan kun je toch niet anders dan zeggen van, ja, maar dat heb ik toch ook niets anders nodig, als er dan ook maar iemand is die zegt, nee, maar je hebt nog wat anders nodig behalve Jezus. Notabene, we zijn met hem verbonden en in hem woont heel de goddelijke volheid en daarmee zijn wij verbonden met Gods volheid. Zou je dan nog kunnen zeggen dat je nog wat anders nodig hebt? Dat is toch, dat, dat is ondenkbaar. Dat is eigenlijk wat Paulus zegt. Dat is de kracht van wat hij hier zegt. Dus daarom is dat zo krachtig. Dus, dus, vandaar dat die toets ook zo belangrijk is. Als er iets is wat u van Jezus Christus afleidt, een opvatting of een... een dan kun je zeggen, dat, dat, dat hebben we helemaal niet nodig, daar kunnen we helemaal niets mee. Want Hij heeft alles gedaan, want we hebben dus ook alles in Hem. En wat, wat is dat dan allemaal? Wat zijn dan de dingen die we in Hem hebben ontvangen? Nou, Daar gaat Paulus verder over spreken, hè, in het vervolg, in, hoofdstuk, in vers 11 tot 15. Hij zegt dan, u bent met hem besneden. Met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, dus het is niet, niet die fysieke besnijdenis, maar het is een, een, in feite een geestelijke realiteit door het uittrekken van het lichaam, van de zonde van het vlees door de besnijdenis van Christus. En hoe is Christus besneden? Hij is ook letterlijk besneden. Maar je kunt zeggen: eigenlijk is dit ook een verwijzing naar het kruis van de Heer Jezus. Waar hij als mens gesneden is. Waar hij als mens uiteindelijk zijn bloed heeft vergoten. Dat is de remedie om de macht van de zonde in ons te breken. Dat is ook wat we in Jezus Christus hebben. Dat op die manier, zoals Paulus dan zegt. Hebben we als het ware het lichaam van de zonde van het vlees uitgetrokken. Dat beeld van uittrekken en ook weer iets opnieuw aandoen, dat komt later ook in de Colossense brief nog een keer weer terug in, in hoofdstuk 3. Om, om uit te trekken, om af te leggen, om de zonde, alles wat, wat je van, van God aftrekt, af te leggen. Dat is waar hij hier al op wijst. En dat is ook. Een eerste ding eigenlijk al: als je met Jezus Christus verbonden bent, dan weet je dat de macht van de zonde in je leven gebroken is. Dat wil niet zeggen dat je meteen zonder zonde bent, maar je, je weet ieder moment als je eigenlijk in verleiding komt tot zonde en die verleiding kan heel groot zijn, de macht van de zonde kan groot zijn, maar als je aan Christus denkt, dan is dat de doodsteek voor die verleiding. Dan weet je, als je in Christus bent. Dan kan je dat niet meer doen wat fout is. Of dan kan je je niet meer overgeven aan dat wat je bij God vandaan trekt. Dat is de toets die we onszelf, die ik en wij elkaar mogen voorhouden. Zijn wij zo ook inderdaad in Christus? En dan het volgende. Hij gaat daar dan nog wat op verder. Hij gebruikt dan het beeld van de doop. Want u bent immers ook met hem begraven in de doop. Waarin u ook met hem bent opgewekt. Dat is het beeld van de doop, hè, waarin je ondergaat in water, als zijnde met Christus begraven wordt, maar ook weer opstaat. Allebei, zoals we inderdaad al vanmorgen hoorden, ook wat onze broeder zei. Het kruis en de opstanding van Christus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kan het een niet hebben zonder het ander. En dat is wat de doop dus ook zo mooi laat zien. <coughs> en u bent... Ik ben als ik in hem geloof, zijn we ook met hem begraven en met hem opgewekt in een nieuw leven. Want dat is ontvangen we door het geloof, zegt Paulus. Door het geloof van de werking van God die hem uit de dood heeft opgewekt. God zelf heeft dat gedaan. Hij heeft zijn volheid in Jezus Christus laten zien. Dat betekent dat hij heeft hem ook weer nadat hij de reiniging van onze zonde volbracht had, heeft hem opgewekt. En hij, heeft ze, hij is aan de rechterhand van God gezet. Hij heeft die plaats gekregen. Hij heeft de naam gekregen boven alle namen. De naam van God zelf heeft God daar opgelegd. De naam van Yahweh. Dat is wat, wat Paulus ook zegt, ook Filippenzen 2, met verwijzing naar Isaiah 4:45. Dat is wat hij gedaan heeft. En dat is wat wij ook in hem hebben. En ook daar geldt weer voor, als je realiseert he, dat dat al die dingen zijn, dat zo wij de macht van onze zonde gebroken is, dat we zo met Christus zijn opgewekt, als je denkt aan al die dingen die hij voor ons gedaan heeft, dan kun je toch niets anders meer daarbij voegen. Nou, dat gaat het nog verder in vers 13. En hij heeft u toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees. Samen met Hem levend gemaakt. Door u al uw overtredingen te vergeven. We hebben de vergeving van onze zonde. Want wij, wij in onze zonde, zolang als die zonde niet vergeven zijn, zolang als die zonde die macht in ons heeft, zijn wij geestelijk dood. Dat is het beeld dat Paulus hier weer gebruikt, wat hij op allerlei andere plaatsen ook gebruikt. Dan zijn we geestelijk dood. Dat is wat het is. En zijn we zonder hoop. En zonder God in de wereld. Dat is de realiteit. Maar door wat hij gedaan heeft, heeft God ons ook met hem opgewekt. Wij zijn met hem opgewekt. Hij was de eerste, maar dat betekent ook dat er velen zouden volgen. Dat betekent dat wij geestelijk zijn opgewekt. En we weten ook dat wij eenmaal ook opgewekt zullen worden, op met hem zullen opstaan in een, met een nieuw lichaam. Dat is uiteindelijk ook wat waar Paulus op wijst. Dat komt hij later ook nog op terug in de brief. Dat hangt allemaal met elkaar samen. Maar daardoor hebben wij ook de overtreding van... de vergeving van onze zonden ontvangen. De vergeving van onze overtredingen. Die zijn weggenomen. En dat zegt hij verder dan in vers 14. En het handschrift dat tegen ons getuigde... heeft hij uitgewist, dat handschrift... Was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Kijk, waar Paulus op wijst, is dat ook in die Romeinse wereld, als iemand schuldig verklaard werd, dan werd het opgeschreven. Dan werd die beschuldiging, die, werd, die aanklacht, die werd opgeschreven. En er werd ook duidelijk gemaakt: dat is het. Dat is het kwaad wat er gebeurd is. Dat is het kwaad wat je gedaan hebt. En het werd opgeschreven. En als het zo extreem was dat zo iemand dan ook gekruisigd werd, dan werd dus dat, dat geschrift werd ook aan het kruis genageld. Dat is wat er gebeurde. Dat is ook wat je weet dat bij Jezus gebeurde. Pilatus die schreef op het kruis, hij is de koning van de Joden. Dat was de beschuldiging. Maar in dit geval zegt Paulus, hij zelf heeft dat handschrift aan het kruis genageld. Door eigenlijk zelf aan het kruis genageld te worden. Dus je kunt zeggen dat dat handschrift van onze zonde. wat daar aan het kruis genageld werd. dat was Jezus zelf. Omdat Paulus ook zelf zegt, hij drukt dat later op een ander, in de Tweede Corinthebrief, in hoofdstuk 5. drukt hij dat als volgt uit. Dan zegt hij: Hij is voor ons tot zonde gemaakt. De zonde die ik en jij en jullie en u hebben bedreven, die zijn op Christus gelegd. Dat betekent dat dat document... met alle aanklachten voor hem... was Jezus Christus. Hij droeg dat. Hij droeg die beschuldigingen. Hij nam die op zich. En doordat hij aan het kruis genageld is... is dat handschrift aan het kruis genageld. En doordat hij dat volbracht heeft aan het kruis... en zo de straf die wij verdiend hadden... die ik verdiend had... Die wij verdiend hadden, heeft hij die gedragen? Heeft hij die weggedragen? Heeft hij daaraan voldaan? Hij heeft aan, aan, aan de eis van God voldaan. Daarom is dat, is dat nu weg. Hij is gestorven en daarmee heeft hij dat, die straf ondergaan. Maar om nu inderdaad te bewijzen he, dat dat inderdaad volledig gebeurd is, is hij opgewekt uit de dood. En is hij, heeft hij een nieuw leven. Dat is wat er gebeurd is. Dat is de kern van dit evangelie. En dat is wat wij in Jezus Christus hebben. Wat Hij gedaan heeft. En dan heeft Hij daarin ook, zoals we ook gezongen hebben, en zoals Paulus dat ook hier zegt, heeft Hij overwonnen. Hij heeft daarmee de overheden en de machten ontwapend en die openlijk te schande gemaakt. En daardoor over hen getriomfeerd. Nou, wat waren die machten? Dat waren de machten van de boze. Van Satan. De diabolos, degene, de beschuldiger, de aanklager. Want die klaagt ons aan. En je kunt zeggen, die had daar voor alle reden. Maar hij was er ook, hij was gekant tegen ons en tegen Christus. En hij probeerde juist die verzoening teniet te doen. En hij probeerde dat door die aanklachten te herhalen en daarop te blijven hameren, probeerde hij dat teniet te doen. En hij probeerde ons tot zonde te verleiden. Dat is alles wat de boze doet. En door wat Jezus Christus nu gedaan heeft, gebruikt Paulus nu het beeld dat hij heeft overwonnen. En hij gebruikt daarvoor beelden van een, een Romeinse zegetocht, waarin degene die, de vijanden die overwonnen waren, waar die eigenlijk aan, een, aan de ketting gelegd werden en in een zegentocht, in een optocht meegevoerd werden, gebonden en wel. En ze konden eigenlijk niks meer doen. Dat is het beeld wat Paulus hier schetst. En Zo deden de Romeinen dat met de vijanden die ze overwonnen. En Paulus zegt eigenlijk hier wat Jezus gedaan heeft door zijn lijden en sterven aan het kruis: Hij heeft eigenlijk de Satan overwonnen. En hij is geketend. Hij wordt eigenlijk voor gek gezet. Hij wordt in optocht meegevoerd. Iedereen kan hem, kan hem uitlachen, kan hem bespotten en zeggen: Van jij klaagde ons wel aan. Maar kijk eens, Jezus heeft overwonnen. Je hebt niks meer te vertellen. Je hebt het verloren. Je hebt het pleit verloren. Je bent overwonnen. Dat is het beeld wat Paulus zegt. En dat is ook wat wij dus ook mogen zeggen. als wij aangeklaagd worden. Als we bij wijze van spreken de Satan, hoewel die gebonden is, misschien ons van een afstand nog toeroept. Nee hoor, nee hoor, je hebt toch nog zonde gedaan. Dus hoor, je, 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 het deugt nog niet helemaal. Dan kun je zeggen: ha. Kijk eens, je bent gebonden, je bent overwonnen. Waar heb je het nog over? Kijk naar Jezus Christus. Dat is wat Luther zei ook. Als hij ook door de Satan aangevallen werd, dan zei hij, wegwezen, je moet naar het kruis van Christus kijken. Daar moet je naar kijken. Dat is wat Paulus ook hier zegt. En wat de boodschap is voor, voor ons en voor mij en voor u. Nou, als je dat allemaal weet, hè, dat je deze dingen ontvangen hebt door het geloven in Christus. Dan kan het toch niet zo zijn dat je je nog laat afleiden door allerlei menselijke instellingen, bepalingen, redeneringen, alles wat je van Jezus Christus afleidt. Dat is het argument van Paulus. Dat kan dan eigenlijk niet meer. Want als je dat bedenkt, hè, dat we met Hem verbonden zijn, hè, met in Hem, in wie al de volheid van God woont, en die volheid betekent dat hij dat heeft laten zien in zijn kruis en opstanding. Als je dat ontvangen hebt, dan kan en wil je toch niks anders meer. Dan zou je toch ook geen, geen andere geloof meer willen hebben. Dan kun je je vertrouwen toch niet meer stellen op iets anders. Ik zou ook willen zeggen: eigenlijk, als je misschien je vertrouwen nog niet op Christus gesteld hebt, dan is dit dus wat je eigenlijk nog niet hebt of afwijst misschien zelfs. He, als er hier. Wie er ook is, jongeren, ouderen, als je hier op bezoek bent of misschien voor nog, nog niet zo vertrouwd bent met het christelijk geloof. Dit, dit zijn de dingen waar het om draait. Als je dit niet hebt, dan mis je dus alles. Maar als we dit hebben en als we mogen weten dat wij zo met Christus verbonden zijn, en dat weten we door het Evangelie, als we zo met Hem verbonden zijn, dan hebben we in Hem alles. En dan kunnen we ook inderdaad, zoals Paulus daar begon, kunnen we in Hem wandelen, wandelen in Hem, ons leven voortzetten vanuit de kracht die Hij geeft, dan zijn we op die manier geworteld en opgebouwd in Hem. In Hem, in wie heel de volheid van God woont, in wie alles is wat wij nodig hebben en Hij alles voor ons gedaan heeft. Dat is het Evangelie van. Kruis en de opstanding van Christus. Halleluja, amen.